Deze keer maak ik zwarte rijst. In het Spaans heet dat arroz negro. En dat deze rijst zwart is, komt door de inkt van de inktvis. Arroz negro con sepia. Voor de zwarte rijst hebben we nodig inktvis, knoflook, een beetje olijfolie, tomatenpuree, rijst, witte wijn, water, visbouillon, inkt, gedroogd zeewier en voor de garnering een citroentje, wat verse peterselie. Dit gerecht is heel lekker met een toefje aioli erdoorheen en stokbrood. Er zijn verschillende soorten inktvis. Deze jongen hier is een pijlstaart inktvis. Kijk, dit is zijn kop, zijn mooie grote ogen, tentakels. Deze heb ik bij de visboer gekocht. Mijn moeder zegt altijd, als je geen verstand hebt van inktvissen, maak hem dan niet zelf schoon. Haar tip is, koop bevroren inktvis. Heb ik hier, lijkt er heel erg op. Het voordeel is dat deze ook veel goedkoper is en heel makkelijk verkrijgbaar. Waar beginnen we mee? Eventjes onder de koude kraan. Een paar minuutjes. Een kilo verse inktvis kan je 30 euro kosten. En een kilo bevroren inktvis, nou, nog niet eens 6 euro. Even uit laten lekken. En dan gaan we hem in stukjes snijden. De inktvis bakken in een beetje olijfolie. Hoe heter de olie, hoe beter voor de inktvis. En alles erin, hoog vuur. De baktijd kan een beetje variëren tussen de 2,5 minuten en 7 minuten. Dus blijf proeven als je maar niet te lang bakt. En als jij denkt van nu is die lekker mals met die bite, dan kan je de rijst gaan toevoegen. Weer die rijst met een ronde korrel. Ronde korrel absorbeert lekker veel smaken. Een paar minuten meebakken. Vuur wat hoger en dan gaat de wijn erbij. Doen we eerst de helft. Hoog vuur. De wijn een beetje verdampt. Vuur weer lager. Dit ongeveer 5 minuutjes laten sudderen. De rest van de wijn erbij doen. Vuur weer wat hoger. Ongeveer 5 minuutjes. Een paar keer roeren binnen die 5 minuten tijd is wel verstandig. Vuur ietsje hoger. De helft van de visbouillon erbij. Zo. Even goed mengen eerst. Vuur wat hoger en dan weer eigenlijk hetzelfde proces. Het vuur weer laag zetten. Even laten rusten en straks weer roeren. En daarvoor gaan we de resterende visbouillon mengen met water. En de inkt. En dan om te voorkomen dat je hele vieze vingers krijgt, dan kan je het gewoon zo uitknijpen. Deze inkt kan je kopen bij de visboer. Dan doen we de inkt erbij. Zo'n zakje kost 80 cent en is 4 jaar houdbaar in de ijskast. De resterende vloeistof aan de rijst toevoegen. Zo. Weer mengen de gedroogde zeewier erdoor. Dat is een tip van mijn moeder. Die doet dat
er doorheen om de rijst nog romiger te maken. Alles omscheppen. En dan laten we het ongeveer 12 minuutjes zachtjes koken. En tussendoor weer een paar keer voorzichtig roeren. Oké. Okay. Het ruikt naar de zee. Ruik je dat, Yuki? Nee. Even proeven hoor, of die goed is. Maar hij kan nog wel 1 minuutje langer. Nou, ik ben echt dol op inktvis. En jij, Yuki? Zo, nu het vuur uit. En dan nog 5 minuutjes afgedekt. Laat rusten. Arroz negro con sepia. Que aproveite.